Wat kunt u verwachten na de mastectomieoperatie? Complicaties, nazorg en resultaat. Net als elke operatie geeft ook een mastectomie pijnklachten. Meestal volstaat paracetamol om de pijn goed onder controle te krijgen. Zo nodig kunt u extra pijnstillers gebruiken. Na een mastectomie kunnen complicaties ontstaan. Dit zijn de meest voorkomende complicaties. Er kan een nabloeding ontstaan. De grootste kans hierop is direct na de operatie, als u nog in de kliniek bent. Als de nabloeding ernstig is, is er een operatie nodig om het bloeden te laten stoppen. Dat is vervelend, maar niet ernstig en heeft geen invloed op het resultaat. De kans op een nabloeding is ongeveer 10%. De wond kan geïnfecteerd raken. Daarom is het belangrijk dat u de wond goed verzorgt. Als de huid rond de wond warm en rood wordt, als er viezigheid uit de wond komt of als u koorts krijgt, kan dat duiden op een wondinfectie en moet u contact opnemen met de kliniek. Het kan gebeuren dat de wond niet goed geneest en de wondranden loskomen van elkaar. Dit groeit uit zichzelf weer dicht, maar het duurt wel langer. Het wondvocht kan ophopen onder de huid. Meestal verdwijnt dat weer vanzelf. Het drukvest dat u draagt helpt de vorming van wondvocht tegen te gaan. Is het veel vocht en geeft het klachten, dan moet u contact opnemen met de kliniek. Een deel van de tepel kan afsterven. En heel soms zelfs de hele tepel. Dit gebeurt wanneer de tepel niet goed doorbloed is. Hoe de littekens worden hangt niet alleen af van de gebruikte operatietechniek. Het verschilt ook per persoon. Elke huid geneest anders. Na de operatie krijgt u advies over hoe u de littekens het beste kunt verzorgen. Direct na de operatie krijgt u een drukvest aan. Dit vest dient u 4 tot 6 weken dag en nacht te dragen. Alleen tijdens het douchen gaat het even uit. De eerste 2 weken na de operatie doet u het rustig aan. Meestal is de pijn na de operatie goed te onderdrukken met paracetamol. U krijgt instructies wanneer u na de operatie kort mag douchen. Er mag geen spanning op de wond en het litteken komen en de borstspier moet zo min mogelijk gebruikt worden. Daarom mag u de eerste 6 weken na de operatie niet tillen of sporten. U mag de bovenarmen niet boven de schouder heffen. Draag shirts met knopen of een rits. Na 6 weken kunt u de kracht in de borstspier weer langzaam gaan opbouwen. U mag niet zwemmen, in bad of naar de sauna tot de wonden helemaal goed dicht zijn. Dat duurt normaal gesproken 2 tot 4 weken. Bescherm uw littekens het eerste jaar goed tegen zon door ze vaak in te smeren met zonnebrand met een hoge beschermingsfactor. Pas na een half jaar is het eindresultaat goed zichtbaar. Een litteken heeft meer dan een jaar nodig om te herstellen. Het eindresultaat verschilt per persoon. Het hangt samen met uw lichaamsbouw. Mensen zijn zelden symmetrisch. Rekent u niet op een volledige symmetrie van de borstkas, tepels en littekens. Dat lukt bijna nooit. Een aantal maanden na de operatie kunt u de borstspieren trainen om de borstkas zo mooi mogelijk te krijgen. Het draagt bij aan een goed resultaat om dit in de periode voor de operatie ook te doen. Is er na de operatie nog overtollige huid? Zijn de littekens of tepels niet naar wens? Dan kan er na minimaal 6 maanden een tweede behandeling worden gedaan. Een secundaire correctie. U bespreekt met uw plastisch chirurg of dit nodig en zinvol is. Wilt u meer informatie over de mastectomieoperatie? Bekijk dan de andere animatievideo.